Thorsby speelt waarschijnlijk tegen Excelsior al zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Heerenveen. De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2014 over van het Noorse Stabæk en is een van de jongens die het langste bij de selectie zit. Een mooi moment om terug te blikken op zijn meest bijzondere wedstrijden bij Heerenveen. Wel een mooi moment denk ik, van de wedstrijd en ja, ik wil misschien graag dat het hier thuis is, maar uit tegen Excelsior is wel goed. Ja, snel gegaan? Ja, als ik terugkijk dan denk ik wel dat het snel gaat, ja, dat met nu de vijfde seizoen. Maar ik zie ook groot verschil van wanneer ik hier kwam, 18 jaar en nu, ja, zeker vier jaar later, nu 22. En ik voel wel dat ik heb heel veel opleefd en gezien. En dat ik 4-5 jaar ouder ben, dat voel ik ook. Ja, nou, we hebben een paar momenten van je carrière, ja, bij Heerenveen op een rijtje gezet. Ja. Mag er wel eentje bij pakken. En zou je dan kunnen uitleggen wat je ziet? Wat ik zie, hè? Ja. Wat is dat? Eerste, wat is dat? Ja, dat is Zwolle. Boer aarzelt om te komen, is dan kansloos. En het is het 1-1 uit de hoekschop. Thorsby. Ja, dat was wel een mooi moment. Eerste kopbal. Ook een mooi moment voor de team. En de tweede ook, zeker. Dat is wel een mooie doelpunt, denk ik. Daar mag ik niet zoveel. Krijgt de bal bijna bij Lammers. Is er nog een rebound? Die is raak. Goede keuzes dus van Heerenveen. En dan is wel de wedstrijd. Hè. Het is zo raar. En dan krijg ik in de tweede helft de rode kaart. Dat is wel de meest bijzondere wedstrijd, denk ik, dat ik heb meegespeeld. Ja, hij heeft al gefloten. En gaat dan dus een rode kaart geven aan de man van twee treffers. Ja, dat is wel alles wat er gebeurt. Hè? Dat je in de eerste helft twee doelpunten maakt en ook een assist naar Arbe. En dan voel je echt, oké, dit zal een mooie wedstrijd worden. En dan in de tweede helft moet je eruit. En dan is het wel bijzonder. 16 is Sinkgraven, die inderdaad vervangen wordt door deze jonge Noor Morten Thorsby. Ja, hier is mijn debuut. 4 jaar geleden. Daar zie je wel dat een groot verschil is. Dat ik jonger was. Welke wedstrijd was dat? Ja, was thuis Dordrecht, eerste wedstrijd. Ik kwam erin op 1-1 en wij heeft de wedstrijd de laatste minuut 2-1 verloren. Dat was wel niet de beste debuut, maar wel een mooi moment. Ik was 18 en dat was gewoon een mooi moment. Het was wel heel veel nieuwe dingen. Veel dingen te leren en veel taal en ook op manier van spelen en mijn positie. En het was ook was heel veel dingen dat ik moest moeten leren in het begin. Vast dat zo is het altijd, maar zeker als je 18 bent, dan is het ook anders. Dan heb je niet ervaring om een zo zeker een transfer te maken en hoe het is en dat alles nieuw en spannend. Maar ik heb een hele goede voorbereiding daar, herinner ik, om te gehad. En in de eerste fase speelde ik ook redelijk goed. Dus dat is wel goed. Zinelli, Reza in positie. Thorsby is daar ook, dus goed gespeeld door Zinelli. Ja, Groningen, eerste wedstrijd vorig jaar. Ook goed, na 5 minuten. Dus wel geen moeilijke doelpunt, maar wel een belangrijke. De eerste. Hier gaat Rojas, 86e minuut. In een heerlijke wedstrijd. Thorsby! 2-3. En daar dacht ik wel dat ik de winnende doelpunt gemaakt, maar zo was het niet. En of het een eerlijke wedstrijd is. Thorsby maakt zijn tweede. Dit moment is wel mooi. Met Martin, eerste wedstrijd van het seizoen. Wij waren beide met elkaar. Wij speelden met elkaar en was daar zeker heel blij mee. Dat ik het tweede doelpunt maakte was wel belangrijk en mooi met hem te juichen. Ja. Van der Berg gaat. Zinelli is dit.
Van den Berg nu wel. En daar is Veerman. En nu draaien, keren en schieten. En dan is het 0-1 door Torsby. Eerste doelpunt uit tegen Graafschap. Ja, want jij hikte er best wel lang even tegenaan, hè, om die goal te maken. Ja. Ik denk dat iedereen dacht dat als hij morgen in de box komt, dan scoort hij nooit. En dat is een beetje de verhaal in de eerste periode. Ja, daar ben ik blij mee, en dat op dit moment dat het niet zo is. Dat is nu tegenovergesteld. Ja, tegenovergesteld. En, ja, dat is wel mooi, omdat ik wist dat ik wel de speler dat kan scoren, dat ben ik wel zo. Dat is mooi om dat te laten zien. Dumfries. Daar is Torsby weer en dan zit hij dus wel. Ja, nog met Tenselaar, goede voorzet. En ik was ook op de juiste plek. En dat was een goede doelpunt, de eerste. En de tweede ook was een heel mooie aanval. En dan nog op de juiste plek en doelpunt. Goeie bal hoor van Pieri, die crossbal op Eudegaard. En dit is ook goed, Dumfries. En nu terugleggen die bal weer. Torsby wil hem hebben. En die maakt hem weer, jawel. Morten Torsby, de man van de wedstrijd, 0-2. Dit was een prachtige aanval. Dat was een goede periode vorig jaar. Eerste paar wedstrijden. En toen was het wel een mindere fase voor de hele ploeg, zeker. Maar dit jaar hoop ik wel dat ik die statistiek kan onthouden. Zodat ik niet gewoon in de eerste vier wedstrijden scoort, maar ook het hele jaar. Ja, en dus ja, 100 duels. Er zijn niet heel veel jongens die dat überhaupt kunnen zeggen. Doet dat ook wat met jou persoonlijk? Het is wel heel mooi. Ik ben trots op dat ik 100 wedstrijden voor Heerenveen heb gespeeld. Dat is als ze zegt, als een buitenlandse jongen, dat is niet veel spelers dat hebben de mogelijkheid om dat te doen. Dat ben ik heel blij mee. En voor de rest ben ik heel bezig om de boel om te draaien voor de ploeg nu. En dat wij snel punten halen, dat is wel op dit moment het belangrijkste. Maar ik ben heel blij mee. Ja. En daar Torsby. Ja, dat is een mooie goal. Dat niet gezegd.